En nu ben ik alweer bezig, want eind september, begin oktober komt er de eerste nieuwe single aan van een album, Nederlandstalig. Weet de titel ook al, zal ik dat zeggen? Beter moeten weten, BMW. En de tweede titel weet ik ook al van de single, het is net alsof. Het zijn Nederlandstalige up-tempo stukken, een beetje lekker ruig. Een klein beetje met een randje, het gaat een beetje over mijn eigen leven. Nou, dan is er genoeg stof om over te zingen, dus dat gaat gebeuren zo in eind september dit jaar. Er zitten ook wat zelfgeschreven nummers tussen, daar begin ik nog niet mee. De eerste twee stukken zijn van een ander, door een ander geschreven. En wat wel leuk is om te vertellen, er komt sowieso bij elk nummer een videoclip bij. Ik heb drie cameramensen constant bij me, die allemaal clips op gaan nemen, dus het wordt heel hilarisch eigenlijk. Nou, er zit wel potentie in dat het een hele grote hit wordt, of het nummer 1 hit wordt. Maar ik heb drie singles klaar liggen, dus achter elkaar. We willen gewoon echt sowieso elk jaar drie singles gaan uitbrengen. Ondanks dat het album ook uit gaat uitkomen. Maar ik denk dat er een van die singles, misschien wel de eerste, dat weet ik niet, maar het heeft top 10 hit potentie. Welke periode wordt die nummer 1 hit of die top 10 notering, kunnen we die noteren? Nou, dat zal het worden als mijn single uitkomt in oktober, zeg begin oktober, eind september van dit jaar. Dan zal het toch wel begin 2012 zijn. En er komt ook een concert, hè, eind dit jaar. Ik ben met de mooiste tempel uit Nederland bezig. En ga niet zeggen waar jij vandaan komt, dat daar het mooiste is. Want we hebben in Amsterdam echt een tempel staan. Eigenlijk twee. Maar één oude, hele oude tempel. Heel mooi theater waar ik in wil staan. Daar ga ik niet zoveel over zeggen. Maar het is 80% bijna rond. Als ik daar ga staan eind dit jaar, is helemaal te gek. Wat is het mooiste theater van Amsterdam dan? Het zijn er twee, zei ik. Hè? Carré en Paradiso. Dus ja, doe een gok, je krijgt een vrijkaartje. Doe, als ze een goede tempo raden, dan krijgen ze twee vrijkaartjes. Bij deze.